De centrale wenteltrap in het Graphic Design Museum in Breda is winnaar van de Trap van het Jaar 2008. De meer dan 360 graden draaiende wenteltrap verbindt de entree foyer en het museumcafé met het auditorium in de kelder. Ontwerper van de trap is Hans van Heeswijk, een in Breda geboren architect en de essentie van het ontwerp is transparantie en ruimtelijkheid. Donderdag vindt de prijsuitreiking plaats in de Van Nellefabriek in Rotterdam.